Ja, en dan Groot-Brittannië. Lia van Beckhoven heeft een boek geschreven over de 40 jaar die ze nu al correspondent is. Dus zij is op zoek gegaan in ons archief naar die allereerste keer dat we haar in de uitzending hadden. En dat was 2004. We gaan naar Londen, naar onze correspondente Lia van Beckhoven. Zo helder als modder, zeggen ze wel, van Jack Straw. De regering is in vrije val. De Britten hebben een hele dubbele kijk als het gaat om seks. Door op te stappen maakt hij eigenlijk de weg vrij. Maar die waren toch geïntimideerd door die Savile, omdat het zo'n celebrity was. En aan het gejaagd kun je waarschijnlijk wel horen dat er weer iemand naar buiten komt. De Britten hebben een probleem met verwaarlozing van kinderen. Het was een hele domme opmerking. Politici werden met de dood bedreigd. Het ging hart tegen hart. Als verslaggever is het fantastisch om dit mee te maken. Iedere dag weer een nieuw schandaal of een nieuwe ontwikkeling. Dit is wat ze in Londen noemen een low-tech aanslag. Het is ingewikkeld, Bart. Het is een hele vloeibare situatie ook hier. Of beter gezegd, een zootje.